Goedemorgen, deze dinsdagmorgen. Sorry, mijn hoofd is helemaal in de war. Het is bijna droog, nog niet helemaal. Lekker gedoucht gisteravond. Het is de vaatwasser. Maar ik ga Rafi uitnodigen om mee te gaan wandelen. Zo leuk altijd hoe enthousiast hij dan is. Denk ik, zet jullie even neer. Goedemorgen, deze dinsdagmorgen. Sorry, mijn hoofd is helemaal in de war. Het is bijna droog, nog niet helemaal. Lekker gedoucht gisteravond. Mijn haar vanmorgen gedaan. Maar het moet nog even drogen. Tijd om een broodtrommeltje te maken. Het is dus dinsdag. Het is 2 april. Het is zo, wat is het? 7:55. En ik had best wel moeite met opstaan vanmorgen. Mijn hoofd vond er iets van zo vroeg. De hond ook. Die dacht echt van zoek het uit. Ik ga echt nog niet eruit. En dat is op zich ook wel prima natuurlijk. Ik neem even rijstwafels mee naar school. Vind ik erg lekker als afwisseling. En ik had toevallig dus een pak meegenomen. Dat hoeft niet zo vaak. Want ik vind rijstwafels eigenlijk alleen lekker met kaas of met pindakaas. En niet iets anders erop. Dus ja, dan ben je op een gegeven moment vrij snel uitgegeten erop. Dus ik had één pak en dan ben ik weer voor de langere tijd nog even kaas pakken. Hoe gaan we dit eens aanpakken? Even denken. Ik denk dat ik het maar eventjes hierop doe. Oh, en een peer. Ik heb ook peren meegenomen. Lekkere conference peren. Oh, die zijn best hard. Die had ik misschien eventjes uit de koeling moeten halen. Maar goed, past zo net niet. Natuurlijk niet. Ik wilde gelijk even een paar peertjes meenemen. Maar, nou ja, dan doen we het maar even zo. Dit past ook niet, dan gaan we het anders doen. Kaas in het bakje. Vaatwasser ruimt Emily vandaag uit. Hebben we afgesproken. En ik geef kaasschafel. Wat staat er vandaag op de planning? Werken. En vanmiddag is onze vergadermiddag, dus dan ben ik al te laat thuis. Ik ga nog wat ophalen. Ergens rond de middag. Wat heb ik nog meer? Lekker rondje wandelen of fietsen met Rafi. Ik weet het niet. Rondje wandelen met Rafi of een rondje fietsen. Ik weet niet wat het precies gaat worden qua weer vandaag. Dus, daar moet ik even over nadenken. Moet even tellen. Okay. Ik sta ondertussen de kaas schaven, maar ik sta vooral de randjes eraf te schaven. Zie ik nu. Dus, ik kan morgen de rest van de kaas wel mee naar school nemen. Of ik neem morgen pindakaas mee, dat kan ook. Even de goede deksel, de goede bakken ook. Gaat lekker vandaag. Maar nou ja, dat zag ik deze planning. Ik heb niet zoveel. Ja, gewoon werken. En dan thuis eten koken. Ik denk dat het of spruitjes of snijbonen worden. Een van de twee. Met sausijsje, want die heb ik er al uitgelegd. Dus, en dan een aardappeltje. Even kijken, ik moet even een paar peertjes meenemen naar school. Dan heb ik vanmorgen ook alvast een peertje. En dan kunnen die andere op de fruitschaal. Kunnen ze rijp worden?
alles is geregeld. Ik ga richting school. Tot vanavond. Goedemiddag. Ik ben alweer druk bezig met het eten. Daar staan worteltjes. Daar staat aardappels. En daar staan saucijsjes, 2. Voor ons. En die aardappels ga ik straks als ze gekookt zijn in de airfryer doen met een beetje kruiden. Zodat het een soort van gebakken aardappeltjes gaan worden. Maar dan in de uit de airfryer. Daar ligt een groot vriend van mij. Die ligt lang uit. Daar heb ik net mee gelopen. Het is 5:10. En ik heb trek. Want ik heb al heel vroeg gegeten. Want ik moest dat ophalen vandaag. En dat moest ik om 12:30 doen. En dat is iets heel groot. En ik had nog niet alles bij elkaar gespaard. Dus ik heb mezelf gewoon een cadeautje gegeven. Wat zou het nou zijn? Ik ga het je vanavond laten zien. Maar ik ben daar dus mee bezig. En nu ging ik iets doen, maar dan weet ik niet meer wat. Daarom zet ik jullie hier eigenlijk neer. Ik heb er geen idee meer. Ik ga mijn route teruglopen. Misschien kom ik erachter. Maar ik ga Rafi uitnodigen om mee te gaan wandelen. Zo leuk altijd hoe enthousiast hij dan is. Denk ik, zet jullie even neer. Ga je mee? Ja, ga je mee? Oh, ga je mee? Weet je het zeker? Ga je met mij mee? Ja? Oh, ja? Wat moet je doen dan? Wat moet je doen dan? Wacht even hoor, want je zit op de touwtje. Ja, erdoor hè. En springen, goed zo. Goed gedaan, vriendje. Zo. Oh, je zit gevangen. Ja. Gaan we wandelen. Ik heb even lekker gedoucht. Ik had Raaf uitgelaten en gelijk mijn pyjama aangedaan. Het is best wel fris als ik zo in mijn pyjama zit eigenlijk. Maar goed. Dat zei ze ook. Ik moest nog even een video afsluiten. Ik heb nog een video hier liggen, maar ik heb niet meer energie om te editen. Ik heb... nee, die komt wel uit. Ik ga de computer ook uitzetten. Ik ben gewoon echt heel moe. Ik heb vannacht slecht geslapen. Dat heb ik vaak na zo, vooral naar het voorjaar toe. Dat ik gewoon heel moe ben. Maar vannacht ook dan heb ik 1,5 uur geslapen. En ik werd wakker en nooit een keer weer slapen. Echt nooit een keer weer. Dus het was een bizar kort nachtje en ik ben nu gewoon echt moe. Oh, ik mag uit. Het is nog licht buiten. Maar ik ga lekker beneden op de stoel een boek lezen. Over een klein kwartiertje begint het torso. Corso Koorts heet dat volgens mij op SBS6, dus dat ga ik lekker kijken. En ik denk dat ik daarna, dan is het 9:30, zo mijn mandje ingraai. Ik denk dat dat een heel strak plan is. Dus ik ga lekker tv kijken. Heerlijk relaxen. Ik denk dat is een heel strak plan. Mijn hoofd is zo in de bonen met al die gekke dagen. Dan vrijdag had ik het gevoel dat het zaterdag was. Vandaag heb ik het gevoel dat het maandag is. Maar ik zag al dat ik ben niet de enige. Heel veel mensen hebben er last van. En het hoort er ook een klein beetje bij. In elk geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je naar 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Morgen is het echt woensdag en niet maar dinsdag. Dus ik hoop dat je hoofd dan ook weer een beetje mee gaat denken in de goede richting. Ik hoop in elk geval dat mijne dat zeker gaat doen. Dankjewel nogmaals voor het kijken. Slaap lekker. Mooie dromen. En als je hem 's morgens kijkt, fijne dag. Dag!